Hallo en welkom bij Doe Het Jezelf Ideeën. Vandaag hebben we weer een leuke video voor jullie. En we hebben het tweede deel van de magische handdoek. In het eerste deel heb ik de magische handdoek zelf gemaakt. Met zeep. En je ziet dat het helemaal samen is gesmolten. En hoe je wilt zien wat voor effect het geeft, blijf dan kijken. Dat gaan we laten zien namelijk. En nu ga ik het testen, hoe de zeep er dan uit gaat zien. Hij is heel stevig, je krijgt hem bijna niet uit elkaar. Je ziet hier een hele coole structuur. En ik heb hier een bak water, warm water. En daar ga ik hem in doen. Een beetje warm worden, zodat de zeep een beetje kan smelten. Langzamerhand begint het te komen. In de tussentijd heb ik even het water omgewisseld en je ziet, de handdoek is helemaal uit elkaar gesmolten. En dat is ook nog een beetje zeepachtig. Dan druk ik hem eventjes alle zeep eruit. En je ziet, het functioneert echt helemaal prima. En ik was hem even uit en dan wring ik hem uit. En laat ik hem nog even een keertje zien. Met een eenhoorn logo. Kijk, daar is onze handdoek. Een zeepvrije handdoek met een eenhoorn erop. Ik hoop dat de video bevallen is. Mocht je nog vragen hebben, kun je die onder de video plaatsen. Geef ons een duim omhoog en hopelijk zien we jullie snel. En de volgende keer op Doe Het Jezelf Ideeën. Nog een fijne dag en tot ziens.